We zijn bij sluis Perron. Dat is de eerste sluis van het kanaal Nîmes-Blaton-Perron. We zijn vanochtend vroeg vertrokken bij Pomalin, Frankrijk, Franse Schelde. En het is nu ergens rond etenstijd, midden van de dag. Nu gaan we dit kanaal beginnen. We schutten samen met de Galway. Daar zijn we de hele reis komen die veel tegen. Doen we een stukje samen. We hebben na hun geladen in Noyon. En zij zijn ook onderweg naar Weert. Dus dezelfde bestemming. Dezelfde laadplek. Dus, en we nemen dezelfde route. Dus dan is het niet zo heel vreemd dat je elkaar veel tegenkomt. Deze sluis heeft een aardig verval zoals je ziet. En geen drijvende boulders, toch met de hand. Maar het gaat gelukkig vrij rustig, dus dat is niet zo'n heel groot probleem. De volgende sluis heeft een nog veel groter verval, die heeft wel drijvende boulders. Voor we de sluis invoeren, toen nog lagen te wachten, hebben we een wrijfhout uit het water opgepikt. Een houten wrijfhout. En we kijken nu of de buurman dat wil hebben. Want wij gebruiken geen houten wrijfhout, die zijn ons een beetje te zwaar. We hebben liever de kunststof exemplaren. Maar de buurman gebruikt ze wel. Dus onder binnenschippers vrij gebruikelijk dat als je naast elkaar in de sluis ligt, dat je even een praatje maakt in het gangboord. Ook wel als je bij elkaar afgemeerd ligt naast elkaar. Er zijn vele manieren waarop we contact met de andere schepen hebben.
Verderop zie je de volgende sluis al. En zoals je ziet is die erg hoog. Heeft een overval. Maar daar gaan we lang op liggen wachten. Kan wel een uurtje duren. Er is veel scheepvaartverkeer. Veel aanbod. Veel opvaart, veel afvaart. Er liggen er nu al twee beneden sluis te wachten daar. En boven is ook van alles. Dus. En ik kan er maar één tegelijk schutten. Althans van de grotere schepen. We zijn nu een stuk verder. Dit is een stuk waar eigenlijk een soort kruising is. Aan bakboord links heb je het kanaal wat uiteindelijk naar Aalst gaat. En rechts is ook nog een kanaaltje, een stuurboord, maar dat wordt niet meer gebruikt. Wij gaan rechtdoor. En daar zie je een port garde, dat is eigenlijk een schuif die ze kunnen laten zakken. Dat mocht er ergens een lekkage in het kanaal zijn, dat niet het hele kanaal leeg loopt. Vlak bij onze lichtplaats voor vannacht. Dat is de K
kade van de oude sluis van Pommerij, maar die wordt niet meer gebruikt, die sluis, die is buiten gebruik. Maar je kan er nog wel liggen, we hebben er wel eens eerder gelegen. Maar het is daar niet diep, dus we moeten even heel voorzichtig invaren. Kijk, dit is de route die we tot nu toe gedaan hebben. Hier zijn de sluizen waar we doorheen zijn geweest. En hier aan het eind gaan we liggen. Dit bassin moeten we dus voorzichtig indraaien. Heel zachtjes naar binnen toe. Kijk voortdurend op de dieptemeter op ons echoloot. Op het ondiepste stuk hebben we nog een 40 centimeter onder het schip. En we liggen ongeveer 2 meter voor. Dus dat wil zeggen dat er 2,40 meter water staat in totaal op het ondiepste stuk. Maar dat weet je natuurlijk van tevoren niet, hoe diep het is. Dus we gaan heel voorzichtig richting steiger. En dan ga ik ook zo snel mogelijk rond keren, zodat we weer klaar liggen om weg te varen morgenochtend. Dus dan gaan we nu met veel stuurboordroer mijn douw geven, zodat hij begint te keren. En zodra die beweging er een keer in zit, doet het schip het eigenlijk vanzelf. Het weegt een 300 ton ongeveer, een massa. En als dat één keer in beweging is, dan loopt dat wel door als je er niks tegen doet. Dus het enige wat ik hoef te doen is zorgen dat hij blijft lopen en dat we op de juiste afstand tot kade blijven. Die modder. Die stank van die modder. Ruikt niks. Thank you.
zorgen dat hij werkt. Ik ben in het vaar. Ja, hij werkt. Wel even oppassen dat we niet al te hard draaien, want dan liggen we misschien wel mooi naast, maar dan zit er misschien nog een meter of twee, drie tussen. En dan kom ik bijna niet meer bij, omdat er hier zo weinig water staat. En ik kan ook de kopschroeven niet gebruiken, want die heeft veel water nodig. Die zuigt van onderaf aan en dan zou ik alleen maar modder opzuigen. Schip heeft dan in zijn massa zoveel energie opgeslagen dat hij blijft draaien. Hij heeft nauwelijks iets te doen.
Ja. Zo, we liggen. Dus ik kan de motor uit. En dan kunnen we even nog de gegevens opschrijven. Het aantal uren wat we gedraaid hebben. Hoeveel liter we in principe gebruikt hebben volgens de brandstofmeter. Als jullie dit filmpje de moeite waard vonden, klik op like, subscribe. Je kan ons helpen via petjeaf en Patreon. Alvast bedankt en tot de volgende keer.